verband met de ontwikkeling van de cricketsport in Suriname. We hadden bezoek uit India. We hebben een representatief van GCN, dat is het Global Sport Network. En hij was met een delegatie van 6 mensen. En we waren samen met ook member of parliament Keisha Ramsku, dat betrokken is in het geheel. En natuurlijk Arun Hardin, die ambassadeur is van Suriname in India. En die alles eigenlijk geïnitieerd heeft. Ze waren hier voor een bespreking met de Surinaamse Cricketbond. En natuurlijk hebben ze een bezoek afgelegd aan de president. En verteld wat de plannen zijn van hun en van de Surinaamse Cricketbond. Dat de president op de hoogte is gebracht. Gewoon van de eerste hand. Dat er ontwikkelingen zijn, goede ontwikkelingen. En we hopen dat het iets wordt natuurlijk voor Suriname. Het gaat op de eerste plaats om de cricketsport, maar natuurlijk inherent hieraan ook de ontwikkeling van onze toerisme en de bekendheid van Suriname in de wereld en de rest van de wereld. Of in het Caribisch gebied en de rest van de wereld. Tijdens de meeting is besproken de mogelijkheden, de support van onze government, van hoe zij kunnen inkomen en hoe wij dan samen als 3 partners kunnen werken aan deze ontwikkeling, zodat de sport gebracht wordt minimaal op het niveau van de rest van de landen in CARICOM. This is my first visit in Suriname. First I met Excellency Mr. Arun in Delhi, and we have shared an idea to promote cricket in this part of the world. And as we understand that Suriname has more Indian population in entire Latin America, so we came here day before yesterday. We met Mr. Raj Narayan, who is the chairman of the Suriname Cricket Board. We have seen the infrastructure, and we have met a couple of people over here who are really ready to promote cricket in this part of the world. As Caribbean and Guyana is just next by, so this time the 2020 World Cup is also coming here. So people are excited over here. So we just came for a courtesy visit to make the president of Suriname. And after meeting him, he is so excited that let's promote cricket together. Because as a religion, cricket has been known as a religion in India. He would like to promote more and more sports over here, and specifically cricket, because cricket has been introduced in Olympics in 2028. So let's make Suriname cricket on a big place, as they are going to qualify for Suriname versus Argentina in the end of this year. So we just came here, and we are so happy to be greeted here by the Suriname Cricket Board, as well as all the members. And maybe in a couple of months we'll start something over here for the benefit of the sports, for the youngsters and for the Suriname cricket. Wij hebben vandaag een bespreking gehad met de president, met wij bedoel ik de Surinaamse ambassade, vertegenwoordigd door mijn persoon, de heer Shamir en de president en de heer Raj Narayan. Van de Surinaamse Cricket Association met de president. In New Delhi is de Surinaamse ambassade in contact gekomen met onder andere de Punjabi Cricket Association, waarbij wij gedacht hadden dat het een goed moment was om ook cricket gebeuren, het cricketsport in Suriname, een boost te geven en verder te stimuleren. In nader contact is vanuit de Punjabi Cricket Association dan de wens geuit om richting Suriname te komen en vast te stellen wat het cricketgebeuren in Suriname is, wat ons startpunt zal zijn. En vanuit de Surinaamse ambassade hebben wij dus contact opgenomen met de Surinaamse Cricketbond, de Suriname Cricket Association, en ze in contact gebracht met voorzitter Raj Narayan. Het bezoek is afgelegd. Het resultaat is vandaag gefinaliseerd met een beleefdheidsbezoek ook aan de president, zodat we de president informeren van de verschillende voornemens die plaatsvinden. Kijk, cricket in India is nationale sport nummer 1. En we merken dat cricket zo uniek is als sportgebeuren. Het brengt volkeren bij elkaar. En we dachten vanuit de Surinaamse ambassade in New Delhi dat het ook een goede gelegenheid is om 2 landen bij elkaar te brengen, Suriname en India, ook op het gebied van cricket dichterbij te brengen. Vandaar dat wij dus concrete acties hebben ondernomen om cricketsport in Suriname meer extra aandacht te geven. Er is een wens geuit vanuit de Punjabi Cricket Association om het cricketgebeuren in de totale Latijns-Amerikaanse regio verder te stimuleren, maar te starten door tussenkomst van Suriname. Dus dat is het resultaat dat wij vandaag hier hebben kunnen realiseren.